plant. Het zijn planten. Planten voor Charlotte? Nee. Kerstpapier. Kerstpapier. Hè? Ja, kerstpapier. Ik had een verscheld in de kerk. Ja, ik had een beetje... Verscheld? Vloek in de kerk. Ik had gewoon verkeerd ingeschat. Oh, heel leuk. Ja, dat is heel leuk. Maar dan kun je je pasje zetten. Ja, en dan kan je zo klikken. Je moet aan de onderkant kijken. Nee, nee. Je moet hem omdraaien en dan klikken. Jezus. Oeh, wat is dat? Wat is dit? Heavy stuff. Caramelized onion and garlic chutney. Oh. Oh, dat is lekker. Ja, dit hoorde ik dus dat het heel lekker was. Dankjewel, Sinterklaas. Ja. PSC, wie zijn... Nou, je bent er eentje aan het aaien. Oh, Poes. Is voor mij een poesje? Nee, voor Pukkie en Kiara natuurlijk. Oh, oh. Ruikt dat lekker? Ja, dat is wel een heel bijzonder cadeau. Maar eerst moet je het gedicht aan horen, Poes. En de hele dag slapen, daar zijn we ook heel goed in. Want veel bewegen, dat is voor een kat pas dan te min. Ook hebben ze over aai-aandacht niet te klagen. Ben je er blij mee, Poes? Ja, Poes, was het een leuk gedicht? Nee, ik moet slapen. Nee, je gaat ook niet springen. Nee. Oh, maar ik wil ook kopjes. Na jaren ploeteren is ze met haar bachelordiploma heel erg blij. En zo is, er in de familie weer een academicus bij. Wat hebben we nou eindelijk prijs? Ja. Wat is dat? Een parfum. De parfum die ik altijd raar. Een hele grote fles. Ja, 75 ml. Ik ben altijd twee van die flessen heen, hè? Toen jullie terugkwamen, toen bekoelde het weer een beetje. Ja, we hebben lekker hebben, jongen, met z'n tweeën. Ja. Ik blijf het fantastisch vinden altijd, als ik dat dan zie, die ellende op de tafel. Ja. Net als vorig jaar, als je dan op een gegeven moment begint met opruimen, dan zoeken we heel snel eens terug. Ja, dat kan zie je. Weer vrij. Shit, ze Wat heb jij nog weer bureau zit? Een waspak. Kijk, poes, poes, poes. Ja, weer. Dat is toch wel interessant. Pak een bos. Nee, Oh, Pukkie. Ze heeft er meteen alweer. Ik word gewoon lekker nerveus van. Ligt het lekker? Seconds to minutes, minutes to hours. Komt tijd, komt gros. Dat bij de kerstboom, hè? Ja. Cadeautjes bij een hele grote kerstboom. Oh, Pukkie. Ja. Wat is dat voor kut, Harry? Het blijft kut, Harry. Je mag het eerste cadeautje pakken. Nou, voor mezelf. Dit.
Oh, een highlighter palette. Wat is er nou weer zo grappig, hè? Het ziet er fucking droog uit als een schoentje. Ja, leuk. Stompje, niks mis met stompjes. Wat is dat? Een cadeautje van Tom. Voor een kaars. Oh, en een kaars! Ja, een cadeautje voor jou. Nou, ja. Oh. Oké. Wel een leuk tasje dit. Oeh, een hele mooie kleurtjes. Dit ga ik zo opdoen direct. Eindelijk ook een cadeautje. Ja. Alles is van Charlotte, toch? Ja. Ja, en het grappige is, ik heb het voor mezelf weer gepakt. Nee, dat hebben we kerstman gedaan. Oh, een nieuwe agenda! Laat zien, wat is dat voor moois? Dat zie je natuurlijk helemaal niet op de film. En dan moet je een beetje inzoomen. Ja. Oh ja, dan zie ik helemaal een kettingje. Een kettingje is een armband. Een armband. Voor dit. Nog één erbij. Ja, dan heb ik een armband, toch? Nee. Allemaal in de pols hangt. Jongen. Dat is... Lekker verwend. Oh, wat zou dat nou? Je krijgt ook eindelijk een cadeautje. Oh. Biel? Oh, lekker. Ja. Lekker. Ben je blij? Dankjewel, Sinterklaas. Oh, en is de kerstman. Bedankt. Ja, wat is dat voor lekkers? Finale van Gros. Uit je kerstpakket toch? Ja, ja. Grappig. Lekker? Ja. Voor mij aan het lezen en toen las ik uit een dagboekje, toen was ik 19 en toen waren we ook een keer bij jou. Zonde, dit spel is letterlijk dat je meerdere vragen moet stellen, jij zat één vraag, dat is goed. En jij snapt het. Wat gebeurde er dan? Nou, ik las dat op en jij zei, is het dit gebeurd? Toen zei je ja, en dan was het kaartje weer voorbij. En je maande je aan de strand onder een belbult zand kwam. Ja. Ik ben heel slim namelijk. Ja. Tweede kerstdag. Dan blijf je natuurlijk wel stil zitten, dan ik een video maken. Je giet iets warm. Ja, dat is toch. Dat is de, nou, dat vaak vaker dan. Ja, of die zo'n kapot. Ja, die zo'n kapot. Oh. Stoute poes. Dat mag niet. Nee, ga daar eens weg. Hup. Oh, dat is een stoute poes. Oh, de derde keer vandaag. Oh, een stoute poes. Oh, een stoute poes. Oh, nog steeds had nikker. Ja. Stoute poes. Ja. Stoute poes. Ja. Oh. Hier had ik.
lange leven na, na, na. Maar het komt voor mij nog uren duren, hoor. Hey Jude, Beagles op nummer 92. Het kan ook de verkeerde kant op gaan natuurlijk. Jude Vermeer werd er gek genoeg gek van. Maar wel naar vernoemd en stemde er ook op. Dat scheelt weer. Tot 2000 nadert zijn apotheose. Een schitterend slottoneel van een lijst die door jou, de luisteraar van NPO Radio 2, de top 2000 is samengesteld. Uren schrappen, wissen en opnieuw beginnen ging eraan vooraf. Of, zoals Mary van Beek Buijs meldt, heel simpel, gewoon alles van Bon Jovi. Nou, iedereen zijn eigen lijst. En dat maakt het dan net zo mooi. Nou, heel veel huiskamers wordt nu Zoom aangezwengeld. Heel wat luchtgitaren worden bij elkaar geraapt voor zometeen. En tipje, kijk ook even op nporadio2.nl voor alle info over deze lijst. Happy New Year! Foto van ons tweeën even doorgestuurd overal. Ja, ja, ja. Dus ik heb overal. Oh, daar is het weer. Oh, stoute poes. Stoute poes. Stoute poes. Oh. Alvinger. Illegale slaper.